Terug naar de vierde klas. Misschien kan je dit nog herinneren. Je kreeg de sinus. En dan had je een x en een y. Een 1, een 0, een min 1. Bij pi. Bij 2pi. Hier had je een top. Hier ging je weer door de x-as. Een minimum. En hier weer de x-as. En dan deed je hoep. 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 Mee eens? We gaan het hebben over de toppen. De toppen van een sinusfunctie. Je weet ondertussen dat je zit bij een half pi en een anderhalf pi. Dat kan ik ook anders zeggen. Hij zit op 1/4 deel van een periode. Mee eens? En het minimum zit bij 3/4 deel van een periode. Mee eens? Dus als ik de periode weet en het beginpunt, dan kan ik zo alle maxima uitrekenen en ook alle minima. Klopt dat? Oké. Nou hebben ze een voorbeeld in een boek en die ga ik met jullie doen. Maar ik ga natuurlijk niet volgens het boek werken, maar ik doe dat eventjes zelf om jullie te laten zien. Dat is de functie y is 2 plus 3 sinus een half x plus 1/8 pi. Als ik hier een schets van wil maken, wat is het? Je zei net dat de helft, dus zeg maar de top, is op een half pi. Nee, 1/4 pi. Ja, hij is op een x is een half pi, maar dat is 1/4 deel van de periode. Dat hele ding is 2pi, dus dit is een halve periode en dit is een kwart periode. Ja? Oké. Okay. Als ik deze wil tekenen, dan weet ik dat de grafiek 2 omhoog is geschoven. De amplitude is 3. De periode is 2pi gedeeld door een half, oftewel 4pi. Verschuiving naar links. Is dat 1/8 pi? Nee. Is dat even zo'n 2? Ja, ja. Ik moet even die half buiten haakjes halen. 2 plus 3 sinus een half x plus. Dus 1/8 delen door een half. Dat is hetzelfde als we meenvuldigen met 2. 1/8 keer 2 is 1/4. Oh, we gaan sluiten. Hij is dus 1/4 pi. Naar links geschoven. Als je dit wil schetsen, en dat wordt wel eens gevraagd, want dat hebben jullie vorig jaar geleerd, dan schrijf je op wat je allemaal weet. Nou, we weten de periode. Want die is altijd 2pi delen door dit getal. Delen door een breuk vermenigvuldigd met zijn omgekeerde, dus keer 2 is 4pi. De amplitude. Is 3. Evenwichtslijn. Hij is 2. He? Hij is 2 omhoog geschoven. Was het er net niet meer op. Translatie. Gorsi, wat was het nou? 1/4 pi naar links. Dus dat is min 1/4 pi. Zullen we dan ook maar die bij de translatie betrekken en 2 omhoog. En dan ga ik hem tekenen. Nou, dat past natuurlijk dan weer net weer niet op, hè. Even kijken, mijn evenwichtslijn zat bij 2 en de amplitude was 3. Dus ik moet sowieso tot en met 5. De evenwichtslijn zat bij 2, amplitude zat bij 3, dus sowieso vanaf min 1. Mee eens? Ik heb opeens een hele vreemd iets gaan staan. Nou, gaan we eens kijken hoor. De x. Dit is 0. Dit is de x. De y. 1, 2, 3, 4, 5. Min 1,
Min 2. Bij de 2 moet zo. Wat zeg je? Bij de 2 moet je toch al die stippelletjes hebben. Ja, ja, ja. Heel goed, heel goed. Dit is pi. Dit is 2pi. Hé, hoe lang was mijn periode ook alweer? 4pi. Hé, dan moet ik nog verder, hè? Dat kunnen jullie ook zo tegenkomen, hè? Dat je dat niet in één keer goed kan tekenen. Geeft niks. Het is 3pi. Anders heb je precies op. Ja, 4pi. Niks niet vergeten. Wauw. Een stippellijn, hè? Wat Anis al zei. Nou, doe het wel. Nee, dat zien jullie denk ik niet. Die stippellijn. Stippellijn bij i is 2. Hop. En we nog verder. Dat is niet goed. Je moet het eens verschillen. Nee, en dat zien jullie niet, hè? Oké. Nou. Ga ik met mijn rondje ten, hoor. Normaal gesproken begint hij bij 0,0. Met 2 omhoog gegaan. 1 vierde pi naar links. Dat is nou vervelend. 1 derde zit hier. 2 derde. 1 vierde. Ja, ligt er net voor, hè? Maar we gaan naar die kant. Later. Nou, hij zit iets naast, maar ik wil tekenen. 1 vierde pi naar die kant. Op de helft van de periode gaat hij weer door de evenwichtslijn. Maar eens. De helft is nu 2pi. Maar even een stukje opzij. 1 vierde pi namelijk opzij. Bij 4pi snijdt hij weer de evenwichtslijn. Maar 1 vierde pi terug. Ja? Op de helft van de helft, namelijk op een kwart, staat het maximum. Dus ik ga hier de helft van nemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus 3 hokjes terug. 1, 2, 3. Zit ik op de helft? Maar dan zit hij ook op zijn hoogst. Hier op de helft van de helft, drie kwart periode, zit hij op zijn laagst. 1, 2, 3. Min 1. Ik ga niet vanaf hier tekenen. Maar vanaf, waar zal hij hem tegenkomen? Hier. Hup. 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 En ik teken hier. Ik ging er een bochel in, hè? Dat is een beetje jammer. Er zit een bochel in. Nou, dat is lelijk gewoon. De 95. Zo. Nou, hij is gewoon verpest. Nou, ik ga het niet handelen. Oh, shit. Weet je wel, een beetje een autistisch trekje is dat, hè? Dat geeft niet. Waar is nou mijn 4, hè? Zo. Getekend. Hebben jullie gelijk even weer een herhaling van hoe we dat ook alweer tekenden? Vertel. Nou, hoe weet je dat hij dan zeg maar eerst omhoog gaat en niet eerst naar beneden? Omdat er geen minnetje voor de schiene staat. Als daar een minnetje voor staat, dan is hij ook. Het is andersom, ja? Afmaken. Wat zeg je? Dankjewel. Ik had nog niet tot 4pi getekend, sorry. Maar de vraag was, bereken de toppen van maxima en minima. Dan kan ik natuurlijk de afgeleide nemen, gelijkstellen aan 0. Ja, getverdemmer, daar ben ik zo lang mee bezig. Toch 2a gedeeld d. Ja, Marlien, schat, dat is voor de parabool. Is dit een parabool? Oh, nee. Nee, he, helaas. Kijk mee wat we gaan doen. Want we gebruiken het deel van het maximum ligt op een kwart periode. En het minimum op drie kwart periode. Daar heb je voor nodig het beginpunt. Het beginpunt bij deze. Beginpunt. Die hebben we opgeschreven, want die stond daar boven als onderste. Was min 1 vierde pi, comma 2, hè? Als ik dan weet dat alle maxima op een kwart periode ligt. De periode van deze was 4 pi. Let op wat er gebeurt.
maxima. Die liggen dus min 1 vierde pi plus een kwart periode. Dus 1 vierde van 4 pi. Dat was 1 pi. Gaan we terug naar de tekening. Ah, dat kwam net in je beeld, hè? Dat is nou weer jammer. Dit ligt op een kwart periode. Dus 1 vierde deel van 4 pi. Nou, klopt dat wat we ongeveer hebben? Gaan we eens kijken. Min 1 vierde pi plus 1 pi is 3 vierde pi. Klopt dat in onze tekening? Ja. Heb ik alleen maar de x-coördinaat, hè? Heb ik alleen maar de x-coördinaat die hoort bij deze tekening? Op het interval van 0 naar 4 pi. Als ik het nou alle maxima wil weten, dus alle. Maar wat is dan de x-coördinaat? Plus 4 pi. Ja, dus 3 vierde pi plus k maal 4 pi. De y-coördinaat. Ga ik dat helemaal invullen? De amplitude plus de evenwichtstand, toch? Ja, hartstikke goed. De amplitude plus de evenwichtstand. Alle maxima. Ja, de x-coördinaten en hier de y-coördinaten van, hè. Oftewel, de evenwichtslijn was 2, amplitude was 3. Dus alle maxima kunnen we dan zo schrijven. Het is natuurlijk ook van het maximum, maar dan de y-coördinaat. Dus alle maxima als coördinaat opgeschreven is 3 vierde pi plus k maal 4 pi, comma 5. Dan heb ik alleen nog maar de maxima. Dan nog het minimum. Oh, mag ik die in één keer zo opschrijven? Mag ik dat? Ja? Oké. Alle minima. Het beginpunt was min 1 vierde pi. Waar lag het minimum, mijn sinus? Op hoeveelste deel van een? 3 vierde. Dus daar komt erbij. 3 vierde deel van de periode. Plus k maal 2 pi. Kom maar. Dat is toch 4 pi zijn. Hoe reken ik het minimum uit, de i-waarde? Nou, is er een moet 4 pi zijn. Oh, goedje. De i-waarde? Oftewel 2 min 3. Nou, kan ik hem goed opschrijven. Min 1 vierde. Plus 3 pi. Mee eens? Is 2. 3 vierde pi. Plus k maal 4 pi. Komma min 1. En dan heb ik al een minima gevonden. Dit geldt alleen voor de sinus. Laten we eens even denken aan de cosinus. Cosinus. Wat is het beginpunt van de cosinus? De top. De top. En die zit op, normaal gesproken, 0,1. Dus als ik het beginpunt heb gevonden van de cosinus, dan is het steeds plus k maal 2 pi. Klopt, hè? Hier dat zo. Begin, eind. Het minimum, waar ligt het minimum bij de cosinus? Op de? De helft. Helft. Dus ik hoef er alleen maar een halve periode bij op te tellen. En dan heb ik het minimum gevonden. Die is eigenlijk wat makkelijker, hè? De cosinus in dit geval. Eigenlijk wel. Maar het leven is niet altijd zo makkelijk. Voorbeeld op bladzijde 98 heb ik dan gedaan. Maar het voorbeeld op bladzijde 99, daar komt hij toch weer, die afgeleide. Kijk maar eens even mee. Gegeven is de functie. Fx is 2 cosinus x plus sinus 2x plus 1. Ja, lekker zeg.
Het domein is van 0 naar 2 pi. En in figuur zie je de grafiek, ja dat zie ik, met de toppen A en B. Bereken exact de x-coördinaten van A en van B. Waarom kan ik nu niet gebruiken? Het is een kwart periode verder, of drie kwart periode verder. Er staat een sinus en een cosinus in de formule. Dus we gaan niet. Dus wat moet ik doen? Afgeleide nemen. Gelijkstellen aan 0. Zorg dat je alles in een gewone sinus of een gewone cosinus krijgt. He, als er maar gezondheid tussen de haakjes allebei hetzelfde staat, kan je hem gewoon oplossen. Een beetje jammer is dat dan weer, hè? Hebben we hem? Staat er alleen een sinus of een cosinus? Doe je lekker op deze manier? Staan ze allebei erin, helaas, pindakaas, afgeleide, gelijkstellen aan 0. Ja? Oké. Okay.